Matthijs, allereerst, hoe is het met je? Ja, heel goed. Heel goed. Ik ben natuurlijk aan het revalideren in Amsterdam nu. En ik moet zeggen, het gaat eigenlijk beter dan verwacht. Dus ik ben alleen maar positief eigenlijk. Ja, Franson in Spanje, Ben Rienstra op Ibiza en Matthijs in de sportschool. Hoe is dat? Ja, ik ben wel een weekje op vakantie geweest in Barcelona ook. Dus ik heb wel eventjes alles op een rijtje kunnen zetten weer. Maar ik moet gewoon. Ik moet vlammen. Ik moet zorgen dat ik snel fit word. En daar hoort bij dat ik in de vakantie doortrain. Waarom Amsterdam? Dat denk ik de beste hulp is die ik op dit moment kan krijgen. Bij Willem II had ik ook kunnen revalideren. Maar ja, is toch ook met de club overlegd dat het beter zou zijn om ergens anders te revalideren. Omdat ze daar meer tijd voor me kunnen vrijmaken. Dus dat is iets beter. Revalideren is een breed begrip. Hoe kan je er wat meer over vertellen? Waar bestaat het uit voor jou? Ik moet zeggen, op het begin was het alleen behandelingen. Ik liep op krukken. Dus ik moest langzaamaan weer normaal proberen te lopen zonder krukken, dat soort dingen. Dat was het begin. Later kon ik al wat meer bovenlichaam trainen. Daarna kon ik mijn benen gaan trainen. En op dit moment ben ik al bezig met veldtrainingen. Dus het is inderdaad een heel breed begrip. Maar op dit moment ziet het er zo uit dat ik nu een krachtprogramma heb en een veldtraining. Daarnaast nog behandelingen. En Matthijs is de man van de percentages. Zeg het maar, op hoeveel zitten we? Ik had gisteren nog met mijn fysio over. En die gaf aan dat ik eigenlijk zo goed als fit ben. Dus zo goed als... Is nog geen 100% natuurlijk. Dus dat is een heel breed begrip in de voetballerij, zal maar zeggen. Ja, absoluut. Nee, maar ik ga wel uit van 85% tot 90%, ja. Dus het is sowieso een heftig jaar voor je geweest, denk ik. In alle opzichten, positief, negatief, hoe je het ook bekijkt. Ja, zeker. Natuurlijk op het begin hard geknokt om in de basis te komen. Dat is op een gegeven moment gelukt. Denk ik een hele mooie serie gehad met het team. Van die onderste regionen een beetje weggekomen. En zelf ook steeds beter gaan spelen, denk ik. Uiteindelijk ontpopt als een zekere factor. Ja, en toen op een gegeven moment raak ik geblesseerd. En is in één keer het seizoen voorbij voor mij. Ja, dus dat is inderdaad zijn twee uitersten. Noem eens een positief punt van het feit dat je nu geblesseerd bent geraakt. Wat heb je geleerd wat je meeneemt in de rest van je carrière? Misschien een moeilijke vraag, maar probeer hem te beantwoorden. Ja, ik denk toch dat... Kijk, weet je, voor mij, ik heb al een keer een zware blessure gehad aan mijn knie. Dus ik wist wel een beetje wat het inhield om me terug te knokken van een zware blessure. Dus mentaal had ik echt totaal geen problemen mee. Ik ben gelijk gaan focussen op het herstel. En ja, zoals je nu ziet is dat heel snel gegaan. Ik denk het positieve aan zo'n langdurige blessure is dat je wel de tijd hebt om alles wat je hebt meegemaakt dit seizoen, om dat op een rijtje te zetten. Dus... ik ga van tweede keeper naar eerste keeper. Ik sta in één keer in de arena te voetballen, in de Kuip te voetballen en in het Willem II stadion. En dat zijn gewoon allemaal nieuwe dingen voor mij. En ik ben eigenlijk van wedstrijd tot wedstrijd gaan kijken. Maar ja, op een gegeven moment, nu je niet meer speelt, heb je toch wel even de tijd om alles een plek te geven. En om daar weer van te leren.